Hey hallo, hele goede middag en welkom terug bij een vlog voor Warmer Woensdag. Warmer Woensdag, wel met niet warme, maar warmer. Zoals wij hier in Rotterdam de R laten rollen. Warmer Woensdag. Waarin ik soms de gelegenheid krijg als ik een nieuwe warmer ter beschikking heb. Om die al dan niet met mijn assistente Arja aan jullie te kunnen laten zien. En dit keer is het de Aziza warmer. En ik weet niet of jullie of die hem wil scherpstellen. Als ik hem een beetje schuin had, denk ik wel. De Aziza is een warmer wat nieuw is in de winter-herfstcollectie of herfst-wintercollectie van 2022. En ook te vinden in het nieuwe boekje. En ik zag hem en op een gegeven moment zag ik ook echt plaatjes op Facebook voorbij flitsen voor de consulentenpagina. En toen dacht ik, oh, die is mooi. Toen dacht ik van ja, ik heb natuurlijk rechts van me, als ik ervoor sta, rechts een hele mooie mason jar. En ik zag deze warm en toen dacht ik, oh, dit is ook een soort van mason jar. En zou heel goed op de andere hoek passen. Dus ja, zo superman. En dan denk ik van ja, weet je, dadelijk als het wat donkere dagen aankomen, dan weet je of ik nou even lekker zit te handwerken of toch wat ik heel erg graag doe, Disney Plus zit te kijken of een ander streamingskanaal, dan is het toch even niet zo'n hele donkere hoek waar ik dan natuur. Dus toen dacht ik van ja, ik wil gewoon op die andere hoek de Aziza hebben. Als ik de box open doe, staat er altijd aan de flappen van de box, of de doos, of hoe je het ook uitscheldt, positieve quotes van Heidi en Orville, de bedenkers als CEO's van Sensi. Op dit moment zijn deze twee CEO's voor hun kerk op missie. Normaal gesproken wonen ze in Idaho, Amerika. Zijn ze verhuisd voor, ik denk nog 2 jaar, dan ze te gaan hebben. In Groot-Brittannië. Dus ze zitten wel wat dichterbij, maar ze kunnen ook niet direct de Sensi dingen regelen. Maar daar hebben ze een andere goede waarnemer voor. Dus, maar neem niet weg dat zeker hun afdruk, hun positieve afdruk op hun producten nog steeds te vinden zijn. Altijd bovenin de doos de gebruiksaanwijzing en de garantiebewijs, dus altijd goed bewaren. Want er is altijd natuurlijk levenslange garantie. En meestal wat je dus altijd bovenin vindt, is het niet dat je denkt van oh, maar dat gooi ik weg. Daar doe ik nootjes in of wat dan ook. Nee, niet doen, want daar is het niet voor bedoeld. Dat is het schaaltje waar je de wax in doet. En dit is een heel mooi mat glas, wit mat glas schaaltje. En als je gaat kijken, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Staat er natuurlijk naast het Sensi stempel ook een 4 onder Sensi. En dat betekent, even een slokje nemen, want ik krijg een kriebel. En dat betekent dat je niet meer dan 4 blokjes wax maximaal in het schaaltje kan doen. Want doe je er meer in, dan is de kans groot dat je een waxident krijgt. En dat is een hoop gedoe om je mooie warme weer al dan niet schoon te krijgen. En als er gewoon een simpele keramieke warm is, dan lukt dat 9 van de 10 wel. Maar dadelijk bijvoorbeeld met feestdagen, dan krijg je ook de warmes met glitters. En proost. Met wat meer tielantijnen. Dat is echt wel even een dingetje. Dus hou je gewoon aan het getal wat op het schaaltje staat. Dus niet meer blokjes dan het getal wat daarop staat. Dus in dit geval niet meer dan 4 blokjes. Als ik hem dan eruit haal. Zet ik heel even de box weer opzij. Dan ziet dat hij zo uit. Altijd goed verstopt in plastic. En altijd aan de binnenkant kan je dus het lampje vinden. En ook altijd goed verpakt. Ook het snoer hebben ze bij deze in de warmer gestopt. En als je ziet, is het een hele mooie grijze coating. Keramieke warmer.
een messing handvat. Niet dat je er zo mee moet dragen, maar als je al een mason jar hebt staan, is het wel een hele mooie aanvulling. En op de achterkant van de warme een Scentsy stempel. Dus daaraan kan je ook zien dat je een originele Scentsy warme hebt en geen namaak. En deze warme heeft dus ook een aan- en uitknop. En het leuke hieraan is dat je dan ook bijvoorbeeld kan aansluiten op je Google Home systeem. Dus dat is altijd heel erg handig als je van dat systeem gebruik maakt. Bovenop de warmer dus doe je dan het schaaltje zodra je je lampje erin hebt gedraaid. En dit is een, als ik het goed heb, 25 watt lampje. Yes, dat heb ik goed. En dan moet ik altijd even de rust zien te vinden om het lampje erin te draaien. Want 9 van 10 keer heb ik niet de rust om dat te kunnen doen. Dan draai ik hem verkeerd erin, want dan wil ik het snel doen. Maar dit keer lukt het me wel. En dan doe je hem bovenop het warmer schaaltje. En dan maak ik heel even los. Het zit altijd zo stevig en goed verpakt. En dan stop ik hem in het stopcontact. En dan moet ik denk ik heel even de verlichting uitdoen. Zo. Dan is het hier wel gelijk een stuk donkerder. Maar anders zie je niet, denk ik, hoe dat die is als die verlicht is. En zoals je ziet, hij is zo super mooi. Echt zo, zo super. En als je hem een beetje, dat kunnen jullie niet zien, maar als je hem denk ik ook dicht tegen een muur hebt, dan laat hij ook echt de weerschijn op de muur zien. En dit is, het is net een toverlamp. Hij is zo verschrikkelijk mooi. Doet ook echt heel erg oosters aan. Zo mooi. Dus het is echt, ja, zo'n mooie warmer. En ik wil niet weten hoeveel gaatjes er hierin gemaakt zijn. Ik kan wel, ik weet ook niet of Scentsy dat weet. Geen idee. En alle warmers worden met de hand vervaardigd. Waaronder ook deze. En er zitten echt zoveel, zoveel gaatjes in dat je denkt van, hoe hebben ze dit nu weer, hoe hebben ze dit nu weer kunnen maken? Zo bijzonder. Zo mooi. En natuurlijk kan je er ook wel een gekleurd lampje in draaien. Maar ja, ik zou het bij deze niet doen. Ik vind hem al zo verschrikkelijk mooi. Dus ik ben blij dat ik die in ieder geval op mijn tv-kast een heel mooi plekje mag gaan geven. Dus ja, hier ben ik heel, heel blij mee. Heb je vragen? Zou je ook graag de Aziza willen bestellen? Stuur gerust een pb'tje. Kan geen kwaad. Kan via magischegeurtjes.scentsy.nl. Kan via Facebook. Kan via Instagram. Of zelfs via YouTube. In de comments. Stuur dat gerust. En dan probeer ik zo snel mogelijk naar je toe te komen. Je kan hem ook bestellen via de webshop van magischegeurtjes.scentsy.nl. Met http://. Ervoor natuurlijk. Of via de link die ik plaats bij deze vlog. Dan kom je natuurlijk ook hierbij. En de warmer, zoals gezegd, zit een 25 watt lampje bij. En deze kost €73. Dan schiet ik niet half in de paniek. Maar dan denk ik, zeg ik het goed? Ja, ik zeg het goed. €73. En in ieder geval dit seizoen verkrijgbaar. En hopelijk ook nog volgend seizoen. Dit is, hij is zo verschrikkelijk mooi. Ik ben hier super blij mee. Voor nu hele fijne middag. En tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei.